Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en ik ben bezig met het 100 dagen project challenge. Dit is een video nummer 20. Dus we hebben na deze video al 20% gehad. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik al zo ver zou komen. Dus dat vind ik super tof. Vandaag wil ik graag hangertjes gaan maken. Ik hoop dat jullie je scraps van gisteren nog niet te ver weg hebben gelegd. Want die gaan we gebruiken. En verder is een belangrijk ingrediënt deze. Ik wil zeggen paperclips, maar ik bedoel... Ik kom even niet op het woord. Help me. Jullie roepen het nou waarschijnlijk, maar ik hoor het niet. Veiligheidsspelden, oh my goodness. Ik bedoel veiligheidsspelden. Ik heb van die leuke veiligheidsspeldjes in een peervorm. Maar het kan ook gewoon met andere. Deze die zitten regelmatig aan kledinglabeltjes en zo. Dus die heb ik gespaard. En ik heb hier nog van allerlei andere in een potje zitten. Dus daar gaan we mee aan de slag. Verder heb ik standjes gebruikt. Wat ik opgezocht heb zijn allemaal kleine standjes. Die of een labeltje kunnen worden of een labeltje zijn. Zoals deze, die zaten toen bij mijn standsmachine die ik bij Action ooit gekocht heb. In verschillende laagjes. Dus deze twee heb ik uitgestanst. Deze zaten bij een standje ook van Action. En dat was een potje. En die kon je dan tot shaker maken. En dit etiketje vond ik ook nog ergens een mooi klein in een set. Die heeft geen gaatje, maar dat kunnen we natuurlijk wel maken. En deze trouwens ook niet. Dus die heb ik uit mijn scraps uitgestanst. Verschillende. Verder had ik net een kopje thee. En toen dacht ik, oh, dat is ook wel een heel erg leuk labeltje om te gebruiken. Dus heb jij niet van die standjes, dan kan je natuurlijk ook kijken. Heb ik dat soort dingen als... Leuke theelabeltjes. Ik had niet zo heel veel in de juiste kleur. Veel geel en zo. Dat past niet zo bij ons grote project. Maar deze die kan lekker meedoen. En verder zat ik te denken. Ja, heb je dus niet geen standjes. Maar deze bijvoorbeeld. Kan je natuurlijk ook heel erg goed van een strookje papier. Eventjes wat korter snijden. In verschillende breedte en maten natuurlijk prima zelf maken. Als ik mijn schaar kan vinden. Door een klein hoekje eraf te knippen. En dan heb je ook een heel leuk klein labeltje. En daar ga je dan straks een gaatje in maken. Maar dan heb je praktisch deze maat. En die kan je in verschillende grootte natuurlijk maken. Verder heb ik erbij gepakt knoopjes. Knoopjes zijn ook leuk. Van die hele kleine dunne platte knoopjes. Misschien heb je ze ook nog wel van blouses. Die je eigenlijk al lang niet meer draagt. Maar wel... De reserveknoopjes van bewaard, zoals ik. Die zijn leuk. Oh, kijk, deze heeft een leuk bloemetje. Die zijn leuk om erbij te gebruiken. Ik heb hier ook nog een potje met roze en donkerrood. Misschien zit daar ook nog wel een leuke bij. Om in ons kleurenpalet ook nog wat kleur toe te voegen. Deze zouden wel kunnen, toch? Ze zijn een beetje meer roze paars. Maar die komen wel in de buurt van Bordeaux, dacht ik. Even zien. Die lichte roze. Nou, ik weet niet of ik ze allemaal ga gebruiken. Maar we hebben in ieder geval een paar bij elkaar. En wat ik ook nog heb gepakt. En dan weet ik alleen niet of dat gaat passen. Maar wat me wel leuk leek. Is een paar van die hele kleine kraaltjes. Seed beads noemen ze die, geloof ik. Die hele fijne kraaltjes. Ook ooit bij Action in alle kleuren. En ik ga het maar gewoon even gelijk uitproberen. Of je dus zo'n... kraaltje hierop kan krijgen. Oh, ja, kijk, dat past. Oeh, hij vliegt er al een. Maar die kunnen hier dus op. Dus dat is ook wel leuk om die erbij te gebruiken. Dus die houden we ook in de buurt. En verder is het, ja, ga ik ze dus eigenlijk de saaieren een beetje bestempelen. Maar hier heb ik bijvoorbeeld ook uit papier wat al tekst heeft gestanst. Dus daar hoef ik niet zoveel meer aan te doen, vind ik. Dus dat is lekker luxe. Ik ga ze wel even beinkten. En het idee is dan eigenlijk heel simpel. Om van groot naar klein een stuk of twee, drie labeltjes te doen. En daar dan, wat ook leuk is trouwens, kan je ook een stukje kant eraan maken. Dus een strookje, reststrookje kant kan ook leuk zijn. En die dan in laagjes zo
eraan maken. Zo, ik heb alles beïnkt en even gesorteerd waar de gaatjes al in zaten. Dus deze moet ik nog even een gaatje geven. Daarvoor pak ik weer het prikmatje van de kinderen. Deze even aan de kant. Straks even opruimen na de video. Zo, en dan prik ik gewoon met mijn, hoe noemt dat? Pick-up tool. Waar onze kat zo lekker altijd aan dat puntje zit te knauwen. Het ziet er niet uit, maar goed. Ik doe er elke keer nieuwe op als ik het ga gebruiken. En dan stop ik die ook maar weg, want anders kan ik ze allemaal afschrijven. Hebben jullie ook zo'n gekke huisdieren? Ik zat net te denken tijdens het beïnkten dat het misschien ook wel leuk is om te kijken in je bakje met bedeltjes wat je hebt liggen. Ik denk dat dat ook leuk kan zijn om dat toe te voegen, een metalen elementje af en toe. En hier bijvoorbeeld in de kralenbak zit toevallig ook een of andere paillet. Kan ook leuk zijn om dat erbij te gebruiken. Dus kijk lekker in je voorraadje wat je hebt liggen. Deze wilde ik graag nog wel even een stempeltje geven. Even kijken. Hier heb ik een stempelset die ik even geleden aan jullie heb laten zien uit een Temu-hol. Die ik nog niet heb gebruikt. Dus een mooi moment. Er zitten ook wel leuke kleinere in. Even zien, had ik hier ook mijn stempelblok nog liggen? Volgens mij niet. Eén moment. Dit is een copyright stempel. Hij hoeft er niet helemaal op. En ook niet bij allemaal. Hier hadden we ook nog een labeltje. Een ander stempeltje. Dit is met cijfertjes. Zo, voor de afwisseling nog één andere zoeken en dan kunnen we verder. Even kijken. Ook als je even papiertjes hebt met je stempels, kan je natuurlijk alles opleuken. Nou, dan hebben we de kraaltjes in de buurt, de knoopjes, alle dingetjes. En dan is het eigenlijk een kwestie van gaan rijgen. Denk naar eerst een wat grotere. Wacht even, moet ik het zo doen. Grotere en dan een kleinere en dan een knoopje. En dan kijken of ik een paar kraaltjes erop kan krijgen.
En dit komt dan zometeen. Als bijvoorbeeld een pagina heb met een strookje stof of een kanten randje, dan kan je deze heel leuk daaraan vastmaken. Of je maakt een gaatje ergens in en dan kan je die daar doorheen halen. En dan heb je zo leuke hangertjes. Op deze manier ga ik lekker deze stukjes die ik hier allemaal heb liggen verwerken. En zoals alle andere dagen een lekker muziekje voor je opzetten. En dan straks alles laten zien. Tot zometeen! Het is weer gelukt. Ik heb dus wat stukjes kant nog erbij gepakt. Want ik zei dat net, maar ik vergat het erbij te pakken. Dus dat is wel heel erg leuk. En toen vond ik ook nog wat Swarovski steentjes, kraaltjes. Dus die heb ik er ook bij gebruikt. En zo eigenlijk een beetje op gevoel gepakt wat ik had voorbereid en geregen. Heel simpel, maar toch een heel leuk effect vind ik. En je kan er dus net je projectje, je pagina, je journalkaart, net wat er nog iets extra nodig heeft, leuk mee versieren. Waardoor het nog toffer wordt dan die al was. En heel simpel met dingetjes die je dus al hebt liggen. En een veiligheidsspeld. Hier is nog een parel die ik vond. Dus ga lekker door je spulletjes en kijk wat kan ik allemaal aan mijn veiligheidsspelden hangen. Papiertjes kun je opleuken door een beetje nog te stempelen en te beïnkten. Hier zie je dan een bedeltje, een tandwieltje wat ik erbij heb gedaan. Ook super leuk. En allemaal restjes, kant en papier en vreubels. Ik vind ze schattig.
Ik hoop dat jij ze ook leuk vindt, er lekker mee aan de slag gaat of erdoor geïnspireerd bent geraakt. Laat het me weten hieronder in de reacties en denk aan een duimpje omhoog. Ben je nog geen abonnee, druk dan op die abonneerknop. Druk je op het belletje, krijg je elke dag, de aankomende dagen, elke dag een berichtje als de nieuwe video is gepost. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!